VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders. Goedenavond en leuk dat je weer kijkt naar VVV TV. We beginnen deze uitzending met een terugblik op de wedstrijd tegen Telstar. VVV kwam in eigen huis niet verder dan gelijkspel. Hoe blikt hoofdtrainer Rick Kruis terug op de wedstrijd? Nou, wel met een teleurstellend gevoel natuurlijk. Ik bedoel, we hadden er allemaal meer van verwacht. We komen het veld op met een geweldige sfeeractie. Prachtig spandoek wat er hing. Heel terecht spandoek ook trouwens, wat erop stond. Vond ik wel mooi. Nou ja, dan de eerste helft is het natuurlijk niet goed wat je laat zien. Zeker spel aan de bal niet. We hebben ervoor gekozen om te proberen om iets dominanter te zijn aan de bal. Omdat we uiteindelijk de voorgaande wedstrijden hem te snel kwijt waren. Maar ook als je kijkt naar de balbezitpercentages, dat was natuurlijk niet aan de hoge kant. Dat was wel beter, alleen ja, de uitvoering was gewoon niet goed genoeg. Tweede helft en met name na de wissels vond ik het wel een stuk beter. Vond ik eigenlijk dat we tussen minuut 60 en 87 toen de goal viel eigenlijk wel recht hadden op een doelpunt. Daar hadden we ook de kansen voor. Nou, toen kregen we op een heel slecht moment vlak voor tijd een goal tegen uit de spellenvatting. Waar we er gewoon slecht uitzagen. Ja, daar vind ik het wel knap hoe de ploeg blijft gaan. Hoe ze blijven knokken om uiteindelijk nog 1-1 te maken. Nou ja, het is dan mooi dat dat nog lukt. Maar overal niet tevreden. Wat zeg je dan in de rust? Word je dan boos? Ja, ik was wel boos. Omdat ik vond dat we eigenlijk een aantal dingen. Eén, vond ik ons niet top in de duels. Zeker een aantal keren op het middenveld dat we toch te makkelijk duelletjes verloren. Waardoor we kansen lieten liggen. En twee, hebben we heel statisch gespeeld. Dus we hebben weinig diepte gemaakt. Zowel voorin, maar ook vanaf het middenveld en via de vleugels. Hebben we eigenlijk Telstar weinig pijn gedaan met diepteloopacties. Waar lag het aan dat het na rust iets beter ging? Nou, aan diepte. Door als je kijkt hoe we de kansen hebben. Eerst Sven een kopbal uit een voorzet van Simon waarin hij diep gaat. Uskan met twee voorzetten die hij kan geven door de diepte loopacties van Simon. De diepte uiteindelijk weliswaar ook een verkeerde terugspelbal van Telstar, maar die Nick Venema maakt waar die bal breed legt op Sven. Ja, en dat waren eigenlijk allemaal momenten van diepte zonder bal, waardoor we gevaarlijk werden. Hoewel Kruis op meer had gehoopt, vindt hij het knap dat zijn ploeg opnieuw in de allerlaatste minuut wist te scoren. Ja, nee, maar de teamspirit is goed. Dat kun je ook aflezen uit de manier waarop jongens invallen. Dus ja, kijk, dat is gewoon goed. Alleen, we hebben een aantal keren hier gezeten dat het behoorlijk goed was. Ja, dat was nu niet en daar moeten we aan werken. Zo simpel is het. Na het gelijkspel tegen Telstar staat VVV op de 8e plaats op de ranglijst. Dat had bij een overwinning een 4e plaats kunnen zijn. Maar daar is Kruis niet echt mee bezig. Niet zo, want je staat achter volgens mij wel met een paar ploegen dat je nog 6 of 5 staat, dat weet ik niet precies. Weet je, natuurlijk is het een graadmeter om te kijken waar je staat, maar uiteindelijk moet je dat over een langere periode gaan zien. En zitten we nog niet eens op 1/4 van de competitie, dus weet je, uiteindelijk gaat iedereen zich ontwikkelen in de competitie, weet je, in deze competitie, want ook Telstar is gewoon een hele lastige ploeg om tegen te spelen, is iedere wedstrijd gewoon een grote uitdaging. En de volgende wedstrijd is zeker een uitdaging. Vrijdag gaat de ploeg van Kruis namelijk op bezoek bij NAC Breda. NAC wordt natuurlijk een moeilijke wedstrijd, omdat je weet dat NAC uit, gesteund door hun fanatieke publiek, altijd moeilijk is. Aan de andere kant krijgen we misschien wel wat meer ruimte om te spelen, zoals we dat vorige week minder hebben gehad. En is het alleen maar mooi om in zo'n mooie ambiance te gaan voetballen. Zijn er nog bepaalde dingen die je nu uit de wedstrijd van Telstar meeneemt richting NAC in de voorbereiding? Bepaalde aandachtspunten of dingen waar je aan hebt gewerkt deze week? Tuurlijk, kijk, we hebben de nadruk gelegd op het spel aan de bal. Dat heb je kunnen zien in dat we veel de bal hadden. Daarin hebben we zeker niet altijd de goede keuzes gemaakt aan de bal, waardoor we stroef speelden. Nou ja, dat moeten we gaan analyseren, of dat hebben we al geanalyseerd. Daar kijken we beelden voor, als team, individueel. En uiteindelijk moet dat er toe bijdragen dat we ons elke keer gaan verbeteren. Alleen de kansen tegen NAC, denk je? Ja, er zijn heel veel kansen. Er is niet één specifiek iets waar NAC nu heel erg tekort inschiet of wat dan ook. Het belangrijkste is dat we uitgaan van onze eigen speelwijze, vanuit de eigen principes die we hebben. Nou ja, en dan gedurende de week zullen we de strategie aanpassen richting hetgeen hoe wij denken dat NAC op de beste manier te bestrijden is.
Ondanks het gelijkspel tegen Telstar was het vorige week toch een bijzondere avond voor Ennio van der Gouw. De doelman maakte zijn basisdebuut en dus kan hij nog enigszins positief terugblikken op de laatste wedstrijd. Ja, weer een beetje met gemixte gevoelens. Wel zelf blij met mijn debuut en ook hoe ik gespeeld heb. Maar balen dat we niet hebben gewonnen. Maar ja, wel het gevoel van trots dat ik mijn basisdebuut heb mogen maken, dat overheerst wel. Hoe was het met spanning vooraf? Dat viel op zich nog wel mee, omdat ik uiteraard vorige week ben ik ingevallen. En toen heb ik al een kwartier lang mogen proeven hoe het is om te mogen spelen. Dus dat heeft de zenuwen ook wel een beetje weggehouden. Hoe blik je terug op je eigen optreden? Ja, man of the match, dat zegt al iets. Dus wat dat betreft ben ik wel tevreden. Er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Maar ik ben wel blij met hoe ik zelf heb gespeeld. En je hebt zelfs een assist op je naam. ja, zeker. Tijdens de wedstrijd had ik het eigenlijk helemaal niet door van ik heb een assist. Maar na de wedstrijd kwam iemand naar me toe die zegt van... Hey, raakte jij die bal nou aan? Ik zeg, ja. Toen dacht ik van, oh ja, dit is inderdaad een assist. Daar had ik helemaal niet aan gedacht. Op dat moment was ik gewoon voornamelijk blij dat we die goal maakten. Hoe kwam het tot stand dat je meeging met die corner? Het was echt het allerlaatste moment van de wedstrijd. Ja, nou, zoals iedereen weet, we kwamen later op achterstand. En we kregen die vrije trap. En ja, op dat moment, ik was eigenlijk bezig met de restverdediging neerzetten. En toen hoorde ik van de zijkant, werd mijn naam geroepen. Ja, toen zag ik, ga naar voren. Dus ik ren naar voren. Nou, toen was eerst nog een opstootje met de spelers. Dus het duurde even voor de vrije trap werd genomen. En ja, toen stond ik net op de goede plek om het balletje aan Sven mee te geven. Met zijn eerste assist op zak neemt Van der Gouw het vrijdag op tegen NAC. En daar kijkt hij erg naar uit. Ja, zeker. We spelen in een competitie met veel ploegen die richting de Eredivisie willen. En elke wedstrijd is een mooie kans om ons te laten zien wat we kunnen. En ik denk dat iedereen daar naar uitkijkt. We sluiten deze uitzending af met een aantal mooie doelpunten op bezoek bij NAC in de afgelopen jaren. Vrijdagavond gaan we zien of VVV opnieuw het net weet te vinden in Breda. Yeshida. Seuntjes, goal! Die zit erin. Ralf Seuntjes scoort voor VVV. Yeshida. Hunten! Ho, ho, ho! Hunten! Iedereen is te laat. Tot en met de keeper. 0-1 Torino Hunten. Van Krooi. Seuntjes. En die. En de goal. En dat is de goal waarvan je toch een voorgevoel hebt. De enige tijd dat die gaat vallen. Het is de assist van Seuntjens. En die in één beweging passeert die Birigiti. Ella Lucci. Speelde de bal in. Ja, en dan gaat Van Arnold de fout in. En is het wel heel koeltjes en heel bitter dat VVV profiteert via Blapa. Die maakt zijn 11e van het seizoen. Maar dan nog een keer laten stuiten en dan nog een keer. Ja, dan denkt Mlapa, weet je wat, dan doe ik er dit mee. Schot gecombineerd door VVV via De Boer. Opening van Rooyen. Leliendal gaat zelf schieten. En schitterende goal. Wat een beauty zeg. Alle tijd om het te proberen. En hij heeft dus een goede trap, want dat laat hij hier zien. 0-1 en een heerlijke treffer. Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week.
VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders.